en super leuk dat jullie kijken naar deze hele speciale video. Zoals jullie misschien wel weten heb ik een serie op mijn kanaal dat ik bekende paarden namaak als een slijgpaard. Zo heb ik al een keertje Moos nagemaakt, ik heb Marley nagemaakt, ik heb Spirit nagemaakt en ik heb natuurlijk mijn verzorgpaard Uriah nagemaakt. Maar zoals jullie misschien wel hebben gezien is afgelopen week een super leuke nieuwe paardenfilm uitgekomen in de bioscoop, namelijk White Star. En in deze paardenfilm speelt onder andere Brit met haar paard George. Dus nu kunnen jullie het al raden. Ik ga in deze video George van Brit Dekker namaken als een slijgpaard. En heb je nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog. Laten we gaan voor 2000 likes. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook gauw, want ik ga richting de 30.000 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan snel. Oké, mocht je niet weten wie George is. Nou, George is het supermooie witte paard van Brit Dekker. En George heet White Star in de film. Afgelopen dinsdag ging de film in première en was hij voor het eerst te zien in de bioscopen. En ik was erbij en het was echt super gaaf en heel erg leuk. Dus jullie gaan nu wat beelden zien van de première. Ja jongens, George die staat daar op de jurk. Hoe gaaf is dat? Dan gaan ze met z'n allen op de foto. Dus het is de hele cast van de film. Nou jongens, we zitten in de zaal. Kijk hoe mooi deze zaal is. Het is echt zo gaaf. En daar is zo de film. Jongens, de film gaat beginnen. Wauw. Wat een jurk. Britt, vind jij misschien leuk om nog wat te zeggen? Het is natuurlijk jouw première, het is jouw dag. Ja, nee, sowieso wil ik iedereen bedanken die de meebetaald heeft aan de film. Want zonder jullie hadden we het niet kunnen maken. Sowieso al deze acteurs. Ik had niet verwacht dat we in Nederland zulke goede acteurs hadden. Jullie zijn echt geweldig, jullie hebben de film gemaakt. Oké, George is dus een wit paard. En nu denk je waarschijnlijk dat een wit paard super makkelijk is om te verven. En dan zal ik je eens wat vertellen. Een wit paard is misschien wel het meest lastigste slijgpaard dat je zelf kan gaan maken. Verder heeft George ook nog een brandmerk op zijn bibs. En in het echt is hij natuurlijk ongeveer zo groot. Maar als ik het ga maken op een slijgpaard, wordt het echt zo mini klein. Dus dat wordt ook nog wel een lastig dingetje. En voor de rest heeft hij een beetje grijzige manen en een grijzige staart. En onderaan is het een heel klein beetje blond. Maar nu we dat weten, hebben we natuurlijk ook een model nodig. Dus ik ben naar de slijgwinkel geweest en ik heb er echt waarschijnlijk een half uur lang gestaan. Zo van oké, welk model ga ik kiezen? En uiteindelijk heb ik dus dit model gekozen dat er eigenlijk het meest op George lijkt. Natuurlijk niet qua kleur, want we gaan hem verven en ik ga nog wat anders aan hem veranderen. En normaal gesproken als ik een slijgpaard maak, dan geef ik hem eigenlijk niet weg. Want er zit gewoon super veel tijd in en werk aan. Maar omdat natuurlijk dus de film is uitgekomen, vond ik dat eigenlijk wel een super mooie gelegenheid om het paard dat ik dan heb gemaakt aan Brit te geven. Dus dat heb ik gedaan. En aan het eind van deze video zien jullie dus de reactie van Brit op het slijgpaard. Wat zal ze ervan vinden? Zal ze het mooi vinden? Of juist heel lelijk? Dus blijf zeker deze video kijken tot het einde. En dan heb ik ook nog een leuke winactie. En ja, dan gaan we nu dus echt beginnen met de making-of van de slijg George. Wat ik dus wil gaan doen is de knotjes van het paard af gaan halen. En het paard iets langere manen geven. Want dat vond ik net iets mooier staan. Dus ik zet een pannetje in de wasbak. Ik leg het paard erin. En ik giet vervolgens kokend heet water over het paard heen. En als je het paard in superheet water legt, kan je hem veel makkelijker buigen of je kan er veel makkelijker dingen afhalen. Dus in mijn geval zijn dat de knotjes. Ik laat hem dan eventjes weken en vervolgens als hij dan even in het kokend hete water heeft gelegen, haal ik hem er weer uit. En dat lijkt een beetje op vissen, maar dit gaat zeg maar niet helemaal goed. Ik kreeg hem niet echt te pakken. Nou, als het me dan eindelijk is gelukt om hem uit het water te vissen, leg ik hem neer op een keukenpapiertje. En dan ga ik nu vervolgens zijn knotjes eraf halen met een mesje. Maar let op, als je dit kijkt, doe dit alsjeblieft niet zelf of laat het een volwassene doen, want het kan zo fout gaan. Ik ben ook een keer uitgeschoten met een mesje terwijl ik dit aan het doen was en ik heb nu een heel groot litteken op mijn hand en dat gaat gewoon niet meer weg. Dus doe dit gewoon niet zelf en laat dit een volwassene doen. En zo haal ik elk knotje van het paard af totdat hij uiteindelijk helemaal geen manen meer over heeft en het er super raar uitziet. Ja, en wat ik dus zei, het gaat er heel erg raar uitzien. Het ziet er nu inderdaad ook mega raar uit. Zo zie je dus eigenlijk ook hoe een slijgpaard van de binnenkant eruit ziet. Een beetje een crème kleur. En dan is het nu tijd om de manen te maken en dat doe ik met een bepaalde soort klei die uit zichzelf opdroogt en dan wordt het helemaal hard. En de klei die ik gebruik is volgens mij van de Action. Het is hele witte klei. En voordat ik met de klei aan de slag ga, maak ik het paard een klein beetje
nat, want dat zorgt ervoor dat de klei beter blijft plakken op het paard. En wat ik nu dus ga doen, is eigenlijk letterlijk elk maandplukje dat het paard heeft, ga ik gewoon per stuk maken. En het is gewoon echt een rotwerk, want je maakt gewoon echt haarplukje voor haarplukje. Maar uiteindelijk geeft het echt een supermooi resultaat. En je kan hier al een beetje zien hoe ik dat doe. Ik pak een klein bolletje klei en dat rol ik eigenlijk helemaal uit totdat het dun genoeg is voor een maandplukje. En die leg ik dan rechts op het dienblad neer. Je ziet er ook volgens mij 6 soort haarplukjes liggen. En die plak ik dan voorzichtig op het paard. En hoe dunner je de maandplukjes maakt, hoe mooier het wordt. En zoals ik al zei, je bent er vet lang mee bezig. Kijk maar, dit waren echt nog maar 6 plukjes en ik was denk ik een kwartier verder of zo. En nu ziet het paard er al helemaal raar uit, want hij heeft echt halve knotjes, witte manen en kapotte manen. Het ziet er ja allemaal heel erg raar uit, maar het resultaat jongens, dat zal best wel mooi worden. En wat je dus eigenlijk ook zou kunnen doen met deze klei is het paard bijvoorbeeld een dikkere staart geven of dikkere manen. En ik maakte de manen van George ongeveer half lang, want als ik zo op de foto's keek waren de manen ook ongeveer half lang. Niet heel erg lang, niet heel erg kort. En zo zien de manen er nu uit. Je kan zien dat ik onderaan ben begonnen en steeds meer naar boven werk. En dan is dit uiteindelijk het eindresultaat van de manen. Ik ben nu helemaal klaar en ik zou jullie zeggen, ik ben hier een hele ochtend mee bezig geweest. Volgens mij vanaf ongeveer 9 uur tot een 12 uur 's middags. Dus het kost wel echt heel erg veel tijd. Oh, ik zie trouwens nu ook dat ik die voorpluk nog niet eens af heb. Die moet ik nog doen. En als de manen dan zijn opgedroogd, duurt ongeveer 6 uur, is het tijd om het paardje wit te maken. En dat doe ik gewoon met witte spuitspray van de Action. Maar huh? Er komt ineens nog een paard bij. Huh? Nog een George? Ja jongens, ik heb nog een George gemaakt. Dus ik had letterlijk 2 slijgen Georges hier staan. Want ik heb er dus eentje voor mijzelf gemaakt. En ik heb er eentje voor Brit gemaakt. Het paard wat jullie nu steeds in de video zien van de making of is de George met de korte manen. Maar het paard wat ik aan Brit gaf was George, maar dan met de knotjes. Want ik was ook wel heel erg benieuwd naar, oké, hoe zou George eruit zien als je hem knotjes geeft? Dus ik heb dus een George met lange manen en een George met knotjes gemaakt. Dus heel af en toe zullen jullie ook 2 Georges in beeld zien. Ik heb natuurlijk net George ingespreid met witte verf en dan zou je eigenlijk al denken, je bent klaar. Maar dat is het niet zo, want de spuitverf is super wit. Dat is eigenlijk gewoon een beetje blauw-wit en dat is natuurlijk niet realistisch. Dus ik heb mijn eigen wit gemaakt en dat heb ik gedaan door witte verf te gebruiken. En ik heb er een heel klein beetje crème doorheen gedaan, zodat de wit niet super wit wordt. Snap jullie het nog? Het is echt een mega raar verhaal. En die kleur ben ik dus uiteindelijk ook op George aan het smeren. En je ziet niet heel erg verschil natuurlijk op beeld, maar in het echt zag je wel heel erg verschil tussen de spuitverf of de verf die ik zelf had aangemengd. En dan ziet George er zo uit. Je ziet zijn kopie zie je achter hem staan. Dat is George 2. En toen was het ineens donker en was de witte kleur van George af. Dus zijn witte vachtkleur is klaar. Dus nu was het tijd om zijn ogen te maken en die heb ik gewoon donkerbruin gemaakt. Een beetje de standaard oogkleur die ik altijd gebruik voor de slijgpaarden. En dat was echt een heel klein inimini werkje. Maar het is me wel gelukt. Ik heb 2 hele mooie ogen gemaakt. Oh ja, eigenlijk 4, want ik maakte natuurlijk 2 Georges. Oh, en wat ik hier ging doen was de verf maken voor de hoeven van George. Want als je heel goed kijkt op de foto's, zie je dat de voorste hoeven van George donker zijn, maar dat de achterste hoeven van George wat lichter zijn. Dus ik gebruikte ook 2 soorten kleuren voor de hoeven. Ik mengde een kleur aan voor de voorste hoeven en ik mengde een kleur aan voor de achterste hoeven. Dus nu kun je zien dat ik de voorste hoeven heel erg donker ga maken en de achterste hoeven die worden een beetje huidskleurig. Wow, en toen was het ineens weer licht, want het was tijd om de manen en de staart van George te maken. Inmiddels waren zijn hoeven ook af, dat laat ik jullie zo meteen nog wel eventjes zien. En zoals ik al aan het begin van de video zei, heeft George natuurlijk grijze manen. Maar zijn staart is wel een beetje apart, want hij heeft een grijze staart, maar helemaal onderaan de staart is het een klein beetje blond. En zoals je kan zien ben ik nu een beetje grijs met blonde verf aan het maken. Super mooi. En als eerste begon ik gewoon met de manen, want dat vond ik het makkelijkst. Want ik was nog best wel bang voor die staart, want ik denk, oh jee, hoe ga ik dat maken? Dat is echt een hele rare, lastige kleur. En ik ging met mijn allerkleinste kwastje aan de slag om George zijn manen en staart te maken. Toen ik met de staart begon, begon ik bovenaan gewoon met de grijze verf. En onderaan begon ik met die gele verf. En zo werkte ik steeds meer naar elkaar toe en veegde ik het eigenlijk een beetje in elkaar. Oké, ook die uitleg was best wel weer onduidelijk. Maar als je het beeld kijkt, dan snap je het wel. Kijk, en dan is dit een beetje het resultaat wat ik wilde hebben, maar ik vond hem nog iets te geel. Nu kun je zien dat de manen bijna af zijn, maar dat ik alleen nog de kleine puntjes moet doen. En dat is zo'n priegelwerkje om die haarpunten te doen, want die moeten natuurlijk super realistisch worden. Dus je moet met een super klein kwastje aan de slag en je moet je super goed concentreren, want als je uitschiet, dan moest ik gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En je ziet ook de staart, dat hij er nou veel echter uitziet. Hij zag er net een beetje gelig uit, maar hij ziet er nu al veel realistischer uit.
Tada! En toen waren zijn manen en staart klaar en dat betekende eigenlijk dat George helemaal af was. Tenminste, als je geen pastel gebruikt. Want met pastel maak je je paard veel realistischer en veel mooier. Dus ja, dat ging ik eigenlijk ook doen. Ik ging hem nu schaduwen geven en een donkere neus. Want als je kijkt op de foto's, dan zie je dat George een hele mooie zwarte neus heeft. Dus die neus die ging ik nu ook maken. En dat deed ik dus niet met verf, want dan krijg je het echt niet mooi, dan krijg je het heel lelijk. Ik deed dat met pastel en pastel kan je ook kopen bij de Action. Eigenlijk zijn alle spullen die ik gebruik in deze video bij de Action gekocht. Het is ook niet gesponsord door de Action, maar het zijn gewoon hele goede spullen als je wil gaan repainten. En het is natuurlijk super goedkoop, want daarom komen we natuurlijk allemaal bij de Action. Kijk, nu kun je zien dat ik zijn neus donker heb gemaakt, maar ik vond hem eigenlijk nog iets te donker. Nu heb ik de pastel al iets meer verdeeld en de neus is ietsjes lichter geworden en ik heb ook wat pastel bij zijn ogen gedaan. Ik heb niet zo heel erg veel pastel gebruikt, want als je veel pastel gebruikt, dan ziet je paard er niet meer realistisch uit en blijft hij ook niet meer wit. Dan wordt hij heel raar grijs en George is natuurlijk niet grijs. Dus ik heb heel voorzichtig gedaan met de pastel. Oké, jongens, ik heb van veel dingen gezegd dat het lastig was, maar dit was echt heel erg lastig. Ik ging namelijk het brandmerk op George maken en ik heb nog nooit van mijn leven een brandmerk gemaakt op een slijgpaard. Dus ik vond het super spannend en was echt bang dat het fout zou gaan. Daarom deed ik het eerst een paar keer op papier en zoals jullie het net zagen, deed ik het ook eventjes met potlood. En nu ging ik met mijn allerkleinste kwastje met een heel klein beetje grijze verf, dat stukje wat ik had getekend met potlood, overtrekken. Maar dan natuurlijk met het kwastje. Want het was heel erg spannend, want als ik nou een foutje zou maken, moest ik daar weer met witte verf overheen. Maar dan zou ik weer in de knoei komen met de pastel, want dan kloppen de schaduwen niet meer. Dus eigenlijk had ik veel beter eerst het brandmerk moeten doen en daarna de pastel. Maar goed, ik heb weer geleerd. Dus als jullie nu ook George willen maken, maak hem eerst wit, doe dan het brandmerk en dan pas de pastel. Want dan kan je dus niet zo makkelijk de fout in gaan zoals ik. Trouwens, sowieso is deze video een enorme tutorial. Dus wil jij nou ook George als een slijgpaard maken? Kijk gewoon deze video, gezellig samen met mij. Hartstikke leuk. Je kon nu trouwens zien dat ik de G van het brandmerk heb gemaakt en dat ik alleen nog een I moest maken. Oh jongens, wat een opluchting. Hij is gemaakt, het brandmerk is klaar. En jongens, jullie hebben natuurlijk niet gezien op beeld, maar ik was natuurlijk ook een George aan het maken voor Brit. Dus ook dat paard moest een brandmerk hebben. Super spannend dus, want ik moest het weer voor een tweede keer gaan doen. Nou, na het brandmerk is hij dus eindelijk bijna klaar. Het is nu tijd om de beschermlaag erop te sprayen en dat is vernis. En daarmee bescherm je dus je paard tegen stoten of vallen of krasjes. En nu ziet het paard er nog een beetje dof uit. Dus om hem echter te laten lijken, geef ik hem glans op de ogen. En dat doe ik met glanzende vernis. En die glans die doe ik op de ogen en ik doe het bij zijn neusgaten en bij zijn mond. En dat telt dan straks op en dat gaat dan heel mooi glimmen en dat ziet er super echt uit. Want ja, een oog in het echt glipt natuurlijk ook. Dus dat is super leuk als je dat ook op je slijgpaard kan doen. En met dat flesje met het blauwe dopje kon ik nog extra de staart en de manen beschermen. Want als je een slijgpaard pakt, dan pak je hem eigenlijk heel vaak op bij de staart. Dus met dit blauwe potje kan ik nog een extra laag vernis op de staart doen en op de manen, waardoor die daar nog extra wordt beschermd. En wat ik nu ga doen, hebben jullie eigenlijk ook nog nooit gezien in de video's van mijn slijgpaarden. Ik ga het paard namelijk hoefijzers geven. Want ik zag dat George hoefijzers heeft, dus dan geef ik hem natuurlijk ook hoefijzers. En dat doe ik met een heel klein potje verf dat ik niet heb gekocht bij de Action, maar namelijk ergens in Duitsland. En dat is een soort van ijzerachtige kleur. Ja, je hoort het al, ijzer, hoefijzer. Dus nu lijkt het echt alsof het paard hoefijzers heeft. Oké, de hoefijzers van George zijn af. En dat betekent dat ook George helemaal klaar is. Dus jullie gaan nu kijken naar het eindresultaat. Daarna gaan jullie de reactie van Brit zien en vervolgens heb ik nog een winactie. Dus blijf zeker kijken tot het einde.
kijk, daar zit hij, verstopt in de tas. Tadaa, met een eigen kaartje om. En met zijn coole logo. Ja, ik heb bijna 30.000 euro overleefd. Ja, ja, ja. Cool. Nou, nu is natuurlijk jouw film uitgekomen. En mag één keer raden welk paard is nagemaakt? It's yours! Ja! Cool! En dan maak je gewoon een gegeven moment weer de paarden niet weg. Want je maakt ze dan zelf. Het kost je zoveel tijd. Dus eigenlijk niet weg. Maar eigenlijk ter ere van de film dacht ik, oké, ik neem hem mee. Oké, ze was er gelukkig super blij mee. Dat is heel erg fijn. En is al dat werk niet voor niks geweest. En dan heb ik nu dus een winactie voor jullie. Maar voor die winactie om mee te doen moet je naar Instagram gaan. Want daar kan je meedoen. Maar ik mag namelijk 2 bioscoopkaartjes voor de film White Star weggeven. En wat je dus moet doen staat dus op mijn Instagram. Apenstaartje Daphne draagt door. Dus kijk dan eventjes op mijn Instagram als je kans wil maken op de 2 bioscoopkaartjes. Nu hoop ik natuurlijk dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Was het zo, doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. Want ik ga richting de 30.000 abonnees. En hoe gaaf zou dat zijn om gewoon het aantal zo snel mogelijk te halen. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug in de volgende video. Doei doei!